Plannen. Dat is de club die altijd kijkt naar wat die Haagse hersenspinsels nou concreet voor ons burgers betekenen. En nu dus ook dat hoofdlijnenakkoord. Het SCP reageert daarop. Ze concluderen dat het de plannen van die coalitiepartijen kansen bieden voor de kwaliteit van samenleven. Maar dat we de risico's ervan ook niet moeten onderschatten. Vooral naar het lagere vertrouwen van burgers in de overheid kijken ze. En daarbij is het belangrijk dat de vier partijen kiezen voor de basisbehoeften van mensen. Toegankelijke zorg, meer woningen, bestaanszekerheid. Maar de grote vraag is wel, en dan? Zijn die ambitieuze plannen niet wat te ambitieus, met het risico dat dat vertrouwen opnieuw een tik krijgt? Wij weten uit ons eigen onderzoek dat het vertrouwen van burgers primair afhangt van de mate waarin er resultaten geboekt worden. Nou, met name wanneer je kijkt naar de juridische kaders, dan wordt er ingezet op een asielcrisiswet, bijvoorbeeld ook de duo-status voor asielzoekers. Dat zijn allerlei dingen die juridische aanpassingen vragen. En daarvan kun je afvragen of die haalbaar zijn. Ja, het advies dat wij hebben aan de formerende partijen is om heel concreet uit te werken wat de stappen zijn die gezet moeten worden. En dan bij elke stap ook te wegen hoe realistisch die is. Ja, dit is wel wat je ook veel terug hoort, hè? Dat mensen toch bang zijn dat het, ja, dat het voor teleurstelling gaat zorgen, omdat het allemaal niet haalbaar is. Ja, dat is ook een terechte zorg, want sommige maatregelen zijn gewoon nog niet nader uitgewerkt. Daarvan is onduidelijk hoe het precies werking moet krijgen. Ja, en de verwachtingen worden natuurlijk wel hoog gezet. Maar als je dat dan niet haalt, hoe ga je dan om met die teleurstelling? En weet je burgers mee te nemen in de uitleg waarom iets niet lukt? Waarom iets niet haalbaar blijkt? Omdat Brussel dat niet wil of omdat de rechter nee zegt? En hoe dat dan verder moet? Ja, ik ben dan ook benieuwd vanuit jouw rol als psychiater die zich veel met het brein bezighoudt. Wat is dat nou? Wat doet dat met mensen als ze iets dan toch verwachten wat uiteindelijk misschien niet helemaal niet haalbaar blijkt? Nou ja, die teleurstelling die jij terecht noemt, daar moeten we natuurlijk mee dealen. En ik denk zeker in een samenleving die ook buitengewoon complex is geworden, dat het ook wel vraagt om enorm veel intelligentie en overzicht om te begrijpen wat er concreet uiteindelijk nodig is. En wat ik ook denk waar mensen behoefte aan hebben, is toch echt mensen die leiderschap kunnen neerzetten. En niet alleen vanuit dat theoretische leiderschap waar we het allemaal over hebben, maar echt die voorbeeldrol. Nou, misschien een stukje die formaliteit die ik wel eens mis van Dries van Acht van die tijd. In plaats van dat het allemaal zo over die ego's gaat en over de dynamiek. Dus ik denk vind je dat het te veel over de ego's gaat? Nou, ik mis in die zin wel echt de formele rol van machthebber die nodig is om op die positie te doen wat nodig is voor een land. Ja. En dus die complexiteit en die rol van leiderschap. Nou, ik hoop dat mensen daar waar voor hun geld krijgen. Terwijl je soms toch ook hoort dat mensen zeggen, ja, het is wel fijn dat politici wat dichter bij mensen staan. Ja, maar ik denk dat daar wel een bepaald optimum is, hè? Ik vind als we nou echt real life alles meemaken, wat ze voelen, wat ze denken, wat ze vinden. Dan maar een beetje Dries van Acht. Ik kan er een kinderboek over schrijven. Oh ja, wat zou de hoofdlijn zijn? Mannen met macht. Ik heb het dan over mannen of vrouwen met macht. Die de wereld willen overnemen en daarbij uit het oog verliezen waar het echt over gaat. Namelijk, ik wil belangrijk zijn omdat ik mensen wil helpen. En dat is volgens mij in verhouding van zeg maar een campagne of nu het grote verschil wat we gaan zien. Wil je echt mensen helpen? Exact. Of wil je jezelf helpen? Nou ja, en dat is interessant. Voel je je verantwoordelijk voor dat collectief. Ja. En met name voor groepen die enzovoort. Ja. We gaan straks verder nog praten over het debat. Dus jullie kunnen nog helemaal je ei kwijt. Maar voor nu gaan we naar de